Goedendag en welkom bij Studio De Graafschap op Focus TV. Uiteraard ook vandaag weer twee gasten aan tafel in onze studio. De voorzitter van voetbalvereniging Fiot uit Doetinchem, Anton Seggelink. En de doelman van De Graafschap, Theo Zwarthoed. Heren, van harte welkom. Theo, hevig feest gevierd na het behalen van de derde periode? Ik zat thuis. Dus het was een rustig feestje. Thuis is Volendam? Ja, thuis is Volendam. Ik moest gisteren voetballen met Jong De Graafschap, dus ja. Ingetogen feestje. Oké. Luister jij dan mee met de lokale omroep in Volendam naar de wedstrijd Den Bosch-Volendam? Nee, eigenlijk niet. Ik heb wel gevolgd op teletext, maar voor de rest niet via de radio. Oké, dan ben je periodekampioen geworden, s'avonds om 21:15. Gaan er dan telefoontjes over en weer naar de medespelers of krijg je een felicitatie? Nee, ik heb weinig telefoon gekregen. Alleen wel felicitatie van de trainer. Oké. Leeft het dan wel binnen de groep? Ja, tuurlijk. Het is toch een prijs. Je wil hem toch behalen. Ja. Dus het leeft zeker. Maar we gaan natuurlijk voor dat ene kampioenschap. Dat kan nog? Alles kan. Oh, verrassend. Ja. Na de wedstrijd tegen Sparta. Alles kan. Sparta moet ook alles blijven winnen. Anton Seggelink, voorzitter van voetbalvereniging Fiot. Wordt De Graafschap nog kampioen van de Jupiler League? Nou kan ik geen nee zeggen als hij zo overtuigd is. het zal heel moeilijk worden. Maar niets is onmogelijk, wat Theo net ook zegt. Ja, periodekampioenschap. Wordt dat ook gevierd dan in Doetinchem en bij een club als Fiot die in samenwerking heeft met De Graafschap? Ja, het leeft wel. Kijk, vier is een te groot woord, maar het leeft wel bij Fiot. Ik heb ook gezien dat via Twitter een van de eerste berichtjes om De Graafschap te feliciteren kwam ook van Fiot vandaan. Dus ik bedoel, het leeft zeker. Als je alleen al kijkt naar het aantal seizoenkaarten van leden van Fiot die bij De Graafschap op de tribune zitten. Ja, het leeft zeker. Daarom is voor Fiot fijn dat De Graafschap op vrijdag voetbalt? Ja, op zich. Ja, dan moet ik ook wel oppassen wat ik zeg. Want als ik zeg dat is fijn, dat betekent dat ik het niet leuk vind als ze op zondag spelen. Wat zou betekenen dat ze de Eredivisie spelen natuurlijk. Nou kijk, wij vinden dat De Graafschap gewoon in de Eredivisie moet voetballen. En als het dan op zondag, alhoewel ze voetballen dan meestal op zaterdagavond. En dan kan het publiek wat bij De Graafschap zit zondagmiddag lekker naar Fiat komen kijken. Wat voor samenwerking hebben jullie met De Graafschap? Nou, wij zijn sowieso partner, convenantpartner, het RSVJ, het regionale samenwerking. Verband jeugdvoetbal, daar zijn we bij aangesloten. En er lopen wat meer lijntjes naar De Graafschap. Er zijn wat mensen die bij De Graafschap functies hebben en die bij Fiat ook een functie hebben. Ja. En andersom, dan ontstaat er toch iets. En van daaruit zijn ook initiatieven geboren, zoals bijvoorbeeld nu de Achterhoek Cup. Gewoon omdat je wat kortere lijnen hebt en zegt, joh, zullen we samen wat gaan doen? Ik bedoel, waarom niet? De Achterhoek Cup gaan we zo dadelijk op door. Theo, een half jaar geleden kwam jij Doetinchem binnenwandelen bij De Graafschap. Met de verwachting toen om eerste keeper te worden? Nee, ik ben gehaald om tweede keeper te worden. Dat was mij ook duidelijk verteld. Dus ik ben in die rol gaan schikken. Maar goed, mijn doel is natuurlijk wel om eerste keeper te worden. Bij De Graafschap nog? Ja, zeker. Dit seizoen nog? Ja, als het kan graag. Ja, geen na-competitie volgens jou? Dus nog maar een paar wedstrijden richting het kampioenschap. Ja, als het via na-competitie moet, dan moet dat het maar. Maar als ik maar speel. Hoe hevig is de concurrentiestrijd met Joost Sterrel? Nou, gezonde concurrentiestrijd wil ik het noemen. Ik bedoel, we weten onze plek en ik doe mijn best om Joost scherp te houden. Ja, en dan is de keuze aan de trainer. Wanneer zie jij dat de rollen omgedraaid moeten gaan worden? Dat jij eerste keeper zal gaan worden? Kan dat alleen bij een blessuregeval? Kan. Voor een verlies. Maar goed, dan is het de keuze aan de trainer. Ja, dat heb ik niet in de hand. Ik moet gewoon mijn best doen en mijn ding doen. En dan wachten. Nou, wellicht nog een paar wedstrijden. De Achterhoek Cup, Anton. Je begon er net al over. Wat is de Achterhoek Cup? De Achterhoek Cup, dat is een toernooi voor eerste elftallen. Van alle, wat wordt gehouden onder alle verenigingen in de Achterhoek. Ja. En RSVJ-partners van De Graafschap. Er zijn namelijk een paar uitzonderingen. Dat zijn RSVJ-partners die net buiten de Achterhoek vallen. Maar die doen wel mee. En dat toernooi gaat in april gaat dat aanvangen. We zijn in oktober, november begonnen met de eerste gesprekken. Het idee is bij Fiot ontstaan. Het initiatief ligt ook bij Fiot.
We hebben contact gezocht met de Graafschap in eerste instantie. Omdat de winnaar van de Achterhoek Cup een wedstrijd aangeboden krijgt tegen de Graafschap. Op het eigen veld? Op het eigen veld, ja. En dus op het moment dat je dan met de Graafschap akkoord bent, en dat ging eigenlijk heel soepel en heel snel. Ja. Graafschap vond het ook een prima idee. Roland Vromans en Mark Terlo waren eigenlijk direct enthousiast. En toen zijn we snel overeengekomen, een driejarige overeenkomst. Nou, de volgende stap is dan financiële basis proberen te vinden. Nou, dat hebben we gevonden door middel van een aantal sponsors. De Achterhoek Cup heet nu ook dus de Boardbusters Achterhoek Cup. Nou, daar raad je al wie de hoofdsponsor is van het toernooi. Dat ging heel snel. Binnen 2 weken hadden we de financiële basis rond. Een aantal sponsoren melden zich spontaan. Dus op zich hadden we al snel door van, joh, er is voldoende draagvlak. Ja, het leeft dus. Het leeft gewoon, ja, ja. En met de scheidsrechtersvereniging Doetinchem en omstreken, een hele belangrijke partij in deze, zijn we ook snel rondgekomen. Zij ondersteunen het ook. Ze zorgen ook voor de arbitrage. Ja. En ze gaven ons nog wat tips mee, waardoor we dus nu ook in plaats van gele kaarten met 10 minuten straffen gaan werken. Vrij uniek, denk ik. Een soort groene kaart. Ja, zou je ook kunnen zeggen. Maar wel een lik op stuk beleid. Ik bedoel, als je nu een gele kaart krijgt, dan accepteren ze hem. Ze lopen weg en ze denken, nou prima, ik ben goed weggekomen. En zo dadelijk krijg je 10 minuten. Nu krijg je gewoon 10 minuten. En dan benadeel je je eigen team. En het is een lik op stuk beleid. En de tegenstander kan er ook van profiteren. Omdat jij eventjes over de schreef bent gegaan. Nou, hoeveel clubs kunnen er aan deelnemen? Nou, we hadden een ideaal plaatje in ons hoofd. En dat was in ieder geval starten met 32 verenigingen. Voor een eerste jaar is dat gewoon fantastisch als je de 32 kunt enthousiasmeren. Ja. Vandaag sluit de inschrijving, we zitten op 31. Nou, oké. Okay. Vanavond komen er misschien nog een paar bij. Dan die 32 halen we dus. Dus daar zijn we heel content mee. Ik moet zeggen dat er ook nog 10, 12 verenigingen heel graag hadden willen meedoen. Alleen wat ons tegenzit is gewoon de hele lange winterstop die we hebben gehad. En waardoor je dus in april, want dan vangt het toernooi aan, gewoon met heel veel doordeweekse wedstrijden zitten. Veel verenigingen moeten op donderdagen, op dinsdagen inhalen. En die hebben dan zoiets van, ja, redden we dat dan allemaal wel? En ik kan me dat ook wel voorstellen. Dus die hebben aangegeven, we willen graag meedoen. Alleen dit jaar durven we dat niet aan. Om de overbelasting van spelers, smalle selecties enzovoorts. En, maar die hebben wel aangegeven volgend jaar graag mee te willen doen. En dat allemaal dus, met als doel de grote prijs. Ja. Een wedstrijd spelen tegen de Graafschap in de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Ja. Dat is mooi. Ja. Theo, je komt uit Volendam. Je bent een echte Volendammer. En alle Volendammers hebben bijnamen volgens mij. Ja, dat klopt. Ja. Dus de vraag. Wat is mijn bijnaam? Juist. Mijn bijnaam is Tumpy. Tumpy. Ja. Theo Tumpy Zwarthoed. Ja. Waar komt dat vandaan? Ja, dat is een iets van vroeger. Je hebt natuurlijk veel dezelfde achternaam in Volendam. Ja. Veel Zwarthoeten in Tolle. En ja, goed, dan, maar je bent niet altijd familie van elkaar. Ja, dan krijg je een bijnaam. En mijn is Tumpy geworden. En zo werd je ook altijd genoemd in de selectie van Volendam? Nou, eigenlijk niet. Nee, de meeste mensen weten het bijna niet. Ja, wel degene die uit Volendam komen dan. Maar niet de jongens waar ik mee voetbal. Wat voor een tijd was dat bij Volendam? Of ga je weer terug naar de Graafschap, naar FC Volendam? Nee. Ik blijf liefst bij de Graafschap. Ja, waarom? Ja, bij Volendam heb ik weinig mee. Ik woon er wel, maar ja, goed, daar is alles mee gezegd. Mm-hmm, oké. Okay. Nou ja, en periodekampioen. Ja. Uiteraard zijn wij bij jullie geweest op de training. Want de Graafschap werd afgelopen maandag periodekampioen zonder te spelen. FC Volendam, de club dus waar hij vandaan komt en waar hij woont, Theo Zwarthoed. Ja, die verspeelde punten in en tegen Den Bosch. Derde periodetitel dus voor de Superboeren. En natuurlijk ging Studio de Graafschap op bezoek bij de training van de Graafschap. Toch heel bijzonder, hè? De derde titel, periodetitel is binnen. Ja, dat is natuurlijk leuk. Hè? Ze hebben toch met elkaar voor elkaar gekregen. Dus ja, het geeft een goed gevoel. Ja, hoe heeft u eigenlijk zelf de avond beleefd? Ja, gewoon op de bank. Ik had geen zin om bij het stadion te gaan, want dan vreet je je toch maar op. Dus ik heb lekker thuis teletext erbij. Nou, het ging de goede kant op. Dus ik zat de tweede helft zat ik wel vrij rustig. En nu eindelijk is het zover, hè? De periodetitel. De periodetitel, dat is op zich belangrijk natuurlijk. Een paar extra wedstrijden. En ja, dan kijken wat de toekomst brengt. Ja,
wat denk je wat er gaat gebeuren in de toekomst? Gaat het alleen maar beter? Gaan we weer naar de Eredivisie? Dat is wel te hopen, maar ik weet niet of het al wel goed en wenselijk is dat het voor jaren gaat, hoor. Dat betwijfel ik nog. Okay. Nou ja, de kwaliteiten moeten er moet wel kwaliteit bij komen. En u was er dus eigenlijk al zeker, hij is binnen. Hoe is er onderling op gereageerd in de groep? Nou ja, iedereen was natuurlijk opgetogen. Het is toch leuk, het is een mooie tussenprijs in zo'n seizoen. Daarbij hebben we natuurlijk ook direct met elkaar wel gezegd van het gaat uiteindelijk om de play-offs. We zijn nu verzekerd van die play-offs nu. Dus we moeten ons daarop heel goed op voorbereiden nu. Ja, zijn de doelstellingen eigenlijk ook al gehaald? Nou, de doelstelling in de competitie is de eerste vijf. Dus ja, daar moeten we nog wel even flink voor aan de bak. Maar wat veel belangrijker is eigenlijk dat we gewoon onszelf door willen ontwikkelen. Dat we steeds makkelijker gaan voetballen. We hebben wel goede wedstrijden gespeeld, maar we hebben ook nog een paar wedstrijden gespeeld waarbij het nog veel beter kan. Dus het moet nog iets stabieler, het moet nog iets beter in balbezit. Nou, daar hebben we nu de komende weken de tijd voor. Ja, maar ik vind wel een heel vooruitgang nu. Dit jaar dat er een hoop jeugd ingepast is. Ja. En dat doet me toch ook wel weer goed, zeg maar. En de eerstvolgende wedstrijd? Ja, Volendam. Hè. Dus dat is direct weer een pittige tegenstander. Ook een van de ploegen die bovenin meedoet. Een lastige ploeg om tegen te spelen. Dus voor eigen huis, eigen publiek, willen we natuurlijk ons goed laten zien. Ja, laat ze een poppie rijken, toch? Zo is het, ja. We gaan verder met de prijsvraag. Want de vorige week vroegen wij aan u, hoe lang speelt Jerry van Ewijk al bij de Graafschap? En het goede antwoord is vanaf het begin van dit seizoen. En de naam van de winnaar of winnares volgt op dit moment onder in beeld. En die wint zo'n heerlijke De Graafschap taart. En dan hebben we natuurlijk voor deze week ook een prijsvraag. En die prijsvraag luidt: wat wint de winnaar van de Achterhoek Cup? Dus wat wint de winnaar van de Achterhoek Cup? Stuur het juiste antwoord naar studiodegraafschap@focus.tv. En wie weet maakt u wel kans op zo'n heerlijke graafschapkaart. Ja, de Achterhoek Cup. Aan de bar dus, geboren bij Fiat. Nee, niet helemaal waar. Kijk, ik heb de Arnhem Cup van dichtbij mee mogen maken als voorzitter van DVV in Duiven. En ik vond dat een fenomeen. De Arnhem Cup bestaat 43 jaar. En dus op het moment dat ik voorzitter werd van Fiat vorig jaar mei, toen heb ik binnen het bestuur gezegd, joh, waarom is dit eigenlijk in de Achterhoek niet het geval? Hè? Eerst noemden we het nog Doetinchem Cup. Het werd al snel de Achterhoek Cup. Ja. En waarom wordt dat in Doetinchem of in de Achterhoek niet georganiseerd? Iedereen speelt tegen elkaar? Ja, ja, ja. Ja, in het begin heb je nog wel reacties van, ja, maar die zesde klassers doen niet mee, want die kunnen toch nooit winnen. En die kans is natuurlijk kleiner. Maar er is ook een stukje emotie wat meespeelt. Er komen nu verenigingen tegen elkaar te spelen die anders nooit tegen elkaar kunnen spelen. Alle amateurvoetballen tot het hoogste niveau mogen meedoen. Ja, want Longa 30 doet mee en er doen ook zesde klassers mee. Dus van alle niveaus doen ze mee. Kennen jullie zoiets in Volendam? Ja, eigenlijk wel. Het zilverbotten toernooi. Dat is een beetje hetzelfde idee. En daar doen ook alle amateurclubs aan mee? Alle amateurclubs, vriendenploegen kun je opgeven. Dus, en is dat op één dag of is dat ook uitgestreken? Dat is één dag. Eén dag. De hele dag is dat dan voetballen en dan 's avonds is een groot feest. Oké. Okay. En jij bent zowel bij het voetbal als bij het feest aanwezig? Alleen profvoetballers mogen niet meedoen. Kijk. Dus helaas moet ik het nog even overslaan. Okay. Maar als ik stop met voetbal, ga ik zeker meedoen. Ja, wat voor dorp is Volendam? Want we kennen allemaal het voetbal, de vis en de zang. Nou ja, dan sla je de spijker op zijn kop. Dat is het ook. Dat is het. Nou, het zijn gewoon normale mensen die keihard werken. Ja, en er komt veel talent voor eigenlijk. Door zang en voetbal. En handbal, niet te vergeten. Ja. Ja, en dan sta je snel op de kaart eigenlijk. En dan, dan is het eigenlijk een dorp dat eigenlijk gewoon normaal is. Wat doe jij naast het voetbal? Met 3 kinderen verzorgen. Een taak vol aan. En ik heb een opleiding tot van schilder. Dus ja, ik doe nog wel eens af en toe een klein klusje bij familie. Oké, dus als we door Volendam lopen of rijden, dan kunnen we zien wat Tumpy geschilderd heeft. Je kan me tegenkomen in mijn schilderspak. Nou, dat ligt leuk. Ja. Hoe zie jij het verder dan, na dit seizoen? Ja, goed, dat weet ik niet. Ik krijg in april waarschijnlijk een gesprek over de toekomst bij de Graafschap. En dat wacht ik rustig af.
Dus het is eigenlijk nog een beetje koffiedik kijken. Wat zou jij zelf willen? Zelf zou ik gewoon willen blijven. Waarom dan? Wat is dat voor aantrekkingskracht dat de Graafschap zelfs op Volendammers heeft? Ik vind het een warme club. Een club van volk. En dat trekt mij enorm. En, ja, de club leeft gewoon. Dat merk je aan alles als je de Achterhoek in komt rijden. Dus dat vind ik geweldig. Volendam is ook een club van het volk? Ja, maar in mindere mate als de Graafschap. Hier is het echt oprecht. En bij Volendam is het meer als het succes is, dan komen we kijken. Aankomende vrijdag, de Graafschap tegen Volendam. Wat kunnen we verwachten van die wedstrijd en van de tegenstander? Het zal een lastige wedstrijd worden. Het zijn goede voetballers. Dus we kunnen ons borst nat maken. Maar achterin bij Volendam, daar liggen de mogelijkheden? Daar liggen zeker mogelijkheden. Daar moeten we onze kans grijpen. En dat zal zeker lukken, denk ik. Anton, voorzitter van FIOD. Ja. Je gaf het al aan, veel leden van FIOD. Die hebben ook een binding met de Graafschap. Jij zelf ook? Ja, ik ook. Ik heb jarenlang een seizoenkaart gehad, samen met mijn zoon. Maar omdat mijn zoon nu studeert en op het moment zelfs in het buitenland zit, heb ik gezegd van nou, dit jaar slaan we even over. Want het vader-zoon moment, dat is natuurlijk ook wat meespeelt, dat is ook leuk. En ik moet zeggen dat ik toch wel aan mijn wedstrijdjes kom. Hier en daar krijg je wel wat uitnodigingen. Dus ik pak wel wat wedstrijden mee nog. Ik vind het, hoe je het ook went of keert, als jongetje van 8 jaar ging ik al naar de Graafschap toe kijken. In de tijd van Harry van Oosterhout destijds nog, weet je. En dat blijft altijd. Dat blijft altijd. Aankomende vrijdag, voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Volendam, op de Vijverberg, is de loting van de Achterhoek Cup. Ja. Hoe gaat dat verder in zijn werk? Ja, de loting start om 18 uur wilde ik zeggen. Dus 6 uur voor aanvang van de wedstrijd. Die wordt verricht door een speler van de Graafschap of door Roland Vromans. Alle deelnemers zijn uitgenodigd. Alle deelnemers van de Achterhoek Cup, alle 31. Ze mogen met 2 man komen. Ze mogen na de loting ook blijven. Ze krijgen een entreekaart aangeboden door de Graafschap. En we zullen dan met een man of 70, 80 zullen wij die wedstrijd Graafschap Volendam gaan bekijken daarna. En waar kan iedereen het volgen? Op een website? Ja, de website die gaat volgende week gaat die de lucht in. Via een link op de website van Viot is hij te zien. Maar via Twitter en via de schrijvende pers zal van de week de uitslag van de loting gecommuniceerd worden. Ja. En het is natuurlijk ook wel leuk, amateurclubs die op dit moment nog niet hebben ingeschreven of die nog niet meedoen, dat ze voor volgend seizoen het wel in de gaten houden natuurlijk allemaal. Ja, dat klopt. Wij zijn er ook van overtuigd, vandaar dat we ook gezegd hebben, het moet een kans hebben om echt te groeien. En maar 32 verenigingen, zoals ik al zei, is gewoon hartstikke goed. Wij willen gewoon naar 40, 50 verenigingen op den duur. Dat gaan we ook wel redden. Maar Doetinchem en de regio is een beetje van, de kat uit de boom kijken. Hè? Dat hoort een beetje bij de Achterhoek. Ja. En er zijn heel wat katten uit de boom gekeken, denk ik. Maar we zijn met 32 inschrijvingen zijn we heel erg tevreden. Ja. Theo, even terug toch richting het kampioenschap van de Graafschap. Want waarom lukte het niet bij Sparta uit? Ja, moeilijk. Waarom lukte het niet? Ja, we durfden niet te voetballen op een of andere manier. Ja, en dan win je die wedstrijd niet. Waar heeft dat mee te maken dan? Toch dat de ploeg nog zo jeugdig is? Dat er te veel druk op de schouders ligt? Misschien wel. Want een paar dagen ervoor durfde de Graafschap wel te voetballen tegen de Eagles. Ja, klopt. En dan was toch misschien thuis. Ja, toch een beetje vertrouwd. Maar ja, misschien toch de druk die erbij kwam kijken. Toch de wedstrijd van het jaar eigenlijk. Ja. Want als je hem won, kwam je op 3 punten. Ja, en dan heb je een off-day met z'n allen. Ja, en dat is balen. Ja, want als er net te veel spelers echt niet van hun beste kant laten zien. Eentje, dat kan nog wel, maar 4 of 5, dan houdt het op natuurlijk. Ja, dan houdt het op. Ja, dat is niet op te vangen. Kijk, als eentje een slechte dag heeft, dan kan je hem desnoods wisselen. Maar ja, als er 3, 4, 5 man niet in de wedstrijd zitten, dan is het tegenhouden. Dus eigenlijk heb je ook weinig analyse hoeven te doen na de wedstrijd, neem ik aan. Want iedereen wist waar het... Iedereen wist waar het probleem lag. Ja. Dus en dat zullen we tegen Volendam anders gaan doen. Hoe? Ja, wel gaan voetballen. Oké. Ja, thuis op de Vijverberg moet er in principe altijd gewonnen worden. Publiek erachter.
Dus dan houdt Volendam ook niet van. Wat verwacht jij, de Graafschap Volendam? Uitslag? Ja. Ik denk 3-0. Anton, de Graafschap Volendam? 3-1. Dus het wordt een hevig potje, om maar zo te zeggen. Precies. Oké. Okay. De Achterhoek Cup, de winnaar speelt tegen de Graafschap. Ja. Dat zal het begin van het nieuwe seizoen zijn. Klopt. Komt daar nog meer omheen? Of dat is het? Dit jaar is het dat. Want het is al een hele kunst om het toernooi van de grond te krijgen. Nou, daar zijn we dus heel erg blij mee. Samen met Ilko Peters en Mark Bisseling hebben we met z'n drieën hebben enorm eraan getrokken. Voor volgend jaar willen we daar meer omheen gaan doen. We willen ook de Jeugd Achterhoek Cup volgend jaar lanceren. Dat, of dat C-jeugd is of D-jeugd, dat weten we nog niet. Maar die laten we dan parallel laten we die meelopen. En daaromheen willen we nog wat andere activiteiten doen. Ook samen met de hoofdsponsor Boardbusters. Dus we moeten nog even kijken. Maar vooralsnog, dit jaar zijn we wel heel blij dat we het toernooi goed van de grond hebben gekregen. Ik wens je heel veel succes met de Achterhoek Cup. Dankjewel. Theo, ik wens jou heel veel succes. Natuurlijk tegen je oud-teamgenoten, CQ. Ja. Dorpsgenoten aankomende vrijdag. Dankjewel. En wellicht na de wedstrijd wordt het een leuke avond op de Vijverberg. Dat sowieso. Ik dank u heel hartelijk voor het kijken naar Studio De Graafschap. Nogmaals, u kunt zo'n heerlijke graafschaptaart winnen. Geef dan antwoord op de vraag, wat wint de winnaar van de Achterhoek Cup? En stuur het juiste antwoord naar studiodegraafschap@focus.tv. Hartelijk dank voor het kijken en tot volgende week. Tot Studio De Graafschap.